De politieagent die in november in beschonken toestand een frontale botsing veroorzaakte op de Koningsbrug bij Harlingen is veroordeeld tot een werkstraf van 50 uur. De man botste op de brug in de N31 frontaal tegen een tegemoetkomende auto van een gezin uit Vraneker. Naast zijn werkstraf kreeg de politieman, die docent was van de politieacademie in Amersfoort, 10 maanden ontzegging van de rijbevoegdheid, waarvan 4 voorwaardelijk. De politieman reed met 4 keer de toegestane hoeveelheid alcohol over de Rijksweg. Direct na het incident raakte hij zijn baan kwijt als docent aan de politieacademie. Hij is opgenomen in een ontwenningskliniek.